Suriname is niet goed voorbereid op de spin-off effecten van de olie- en gasontwikkelingen. Volgens president van de Suriname Energy Chamber Orlando Ollenberg en directeur van het Polytechnisch College Suriname PTC Robbie Holband is er nog veel werk aan de winkel. Als land zijn wij laat met het verstrekken van informatie naar de samenleving toe. Er moet beleid gemaakt worden om het aantal deskundigen op te voeren. Wij hebben een enorm tekort aan deskundigen. En ook voor het opleiden van hoger kader missen wij de deskundigheid, zegt Holband. Het een beetje jammer is, om het zo te zeggen. We hebben al in een heel vroeg stadium contact opgenomen en we een hele goede relatie met een aantal van de oliemaatschappijen hebben. De internationale maatschappijen die we hebben benaderd. En die hebben gezegd van, hey, wij als PTC Suriname, we zijn een leek. Kom ons helpen, kom ons informeren, laat ons weten wat er allemaal nodig is. En de bedrijven hadden gezegd ja. Maar vanwege omstandigheden in Suriname, vanwege beleid van in dit geval staatsolie, hebben ze het gecanceld. Dus we lopen daar al een beetje achter. Volgens Orlando Olmberg zou Suriname ruim 2 jaar eerder gestart moeten zijn met het verstrekken van informatie naar de gemeenschap toe. Gisteren zijn de jongeren van de omgeving Latour geïnformeerd over de voordelen van de offshore olie- en gasindustrie. Door de spin-off effecten van deze ontwikkelingen zal er werkgelegenheid gecreëerd worden. Volgens Olmberg zijn er ruim 5000 personen nodig in de olie- en gassectoren en ruim 15.000 personen voor de andere sectoren. De diverse organisaties zijn bezig de jongeren te registreren om over pakweg 3 à 5 jaar de arbeidsmarkt te kunnen voorzien van arbeidskrachten. Een van de belangrijke zaken wanneer het gaat om oil en gas is dat je een demand portfolio moet hebben. Een demand portfolio betekent dat je goed in kaart hebt gebracht wat er allemaal nodig gaat zijn voor de ontwikkeling van die sector. Elke grote bedrijf moet een demand portfolio hebben omdat ze moeten weten wat ze gaan doen over 1 jaar, 2 jaar, 3 jaar, 4 jaar. Het is nu van belang dat we eigenlijk een general demand portfolio maken met elkaar. Dat betekent is dat we precies weten, we gaan 2000 of 3000 of 4000 mensen nodig hebben in deze sectoren. Zodra je die informatie hebt, en daarmee zijn wij nu bezig, ook samen met de andere stakeholders, dan kan je gaan kijken wat is die gap die je hebt. Robbie Holband benadrukt dat het van belang is dat de gemeenschap zich blijft scholen. Wij kunnen het niet hebben van een family and friends beleid. We hebben geschoolde mensen nodig voor de diverse sectoren. We moeten veel meer mogelijkheden creëren voor local content, aldus Holband. Dat geeft al aan dat als je bijvoorbeeld een bachelor of een masteropleiding wil verzorgen, dat je uit die 5 of 6% moet gaan putten. En die 5 en 6% zitten natuurlijk ook weer gewoon in de businesses en op andere plekken. Dus er is gewoon te weinig kader om voldoende ondersteuning te geven. Wij proberen dat dus te kofferen door samen te werken met internationale instituten om die kennis naar binnen te halen. Maar dan betekent het ook weer dat die opleiding weer een stukje duurder wordt. De diverse districten zullen ook geïnformeerd worden. Er moet gewerkt worden aan het ontwikkelen van een goede analyse om te kunnen vastleggen welke arbeidskrachten Suriname nodig heeft. Daarom gaan wij dus dit traject niet alleen doen in Suriname. Wij gaan ook, kijk, er zijn 500.000 segment Surinamers die buiten Suriname wonen. Dus wij zijn ook van plan om die Surinamers, die buiten Surinamers, al hebben ze een paspoort, maar ze voelen zich Surinamers. Ze hebben de kwalificatie, ze hebben de deskundigheid, willen we ook erbij betrekken. Het is, als je kijkt naar Surinamers, dan zijn we misschien 1,2 miljoen bij elkaar. En we zeggen, we moeten iedereen erbij betrekken. Zij die in Suriname zijn, maar ook zij die buiten Suriname zijn. Met begrijping, akur se gwahi, smeitrekke gwe, monokas doe ewahti. We moeten wat doen.